Nou, dat gaan we doen dan, hè? Heel bescheiden geluid achter mij aan. Oké, nou heel goed. En Martin, je deelt wel roos uit. Ik ga wel roos uit, ja, hoor. Dus, okay. Dat doe ik graag. Nou, ja, ja, dat is wel, hè? Mag ik dan even wat? Ja, jij mag. Er is een onderzoek verschenen vandaag van TNS Nieuw. En dat gaat over het leiderschap. Het vertrouwen in de politici is op een dieptepunt gekomen. Maakt het er zorgen over? Ja, natuurlijk maak ik me er zorgen over. En dat betekent dat een van de dingen die we te doen hebben de komende maanden is vertrouwen in dat leiderschap hersteld. Kijk, een van de redenen waarom wij rond Oeriskam onze rug recht hebben gehouden was dat daar een collectief het leiderschap van de Nederlandse politiek een belofte had gedaan aan de Nederlandse kiezers. En dan vind ik het de geloofwaardigheid van de politiek te goede komen als je ook in die belofte houdt. En het zijn wel dat soort dingen die je nodig hebt om het gezag en het leiderschap en het geloof ook daarin te herstellen. Het gezag en het leiderschap van de huidige leiders is nogal afgebrokkeld. Houdt het voor mogelijk dat straks weer dezelfde mensen dit land gaan leiden? Daar gaat de kiezer over. Dat is het mooie van democratie. Ja, maar u moet wel meteen formeren. Nou, kijk, we hebben eerst gemeenteraadsverkiezingen, dat is woensdag, en daar hou ik me nu mee bezig. En daarna woensdag gaan we richting de Tweede Kamerverkiezingen. En dan zijn er nog 3 maanden waarin verschrikkelijk veel kan gebeuren. Maar ik ben het met u eens, in de 3 maanden zou de geloofwaardigheid van het leiderschap, wat Nederland al hele moeilijke tijden zal moeten gaan leiden. Want we krijgen niet alleen moeilijke maatregelen omdat we de rekening van de crisis moeten betalen. We krijgen ook moeilijke maatregelen omdat onze samenleving vergrijst. We krijgen ook moeilijke maatregelen omdat we onze samenleving aan moeten passen aan het veranderende klimaat. Dat zijn geen gratis oplossingen, dat gaat niet zonder pijn. En dan is ons uitgangspunt dat je leiderschap nodig hebt, dat in ieder geval de lasten die daarmee gepaard gaan eerlijk verdeelt, die in ieder geval iedereen daarin mee laat doen en niet de samenleving opdeelt in een stel mensen die ervan profiteren en een stel mensen die consequente rekening gepresenteerd krijgen. Houdt u het voor mogelijk dat u uw eigen leiderschap opgeeft? Ooit zal zelfs aan mijn leiderschap een eind komen, maar ik was nog niet van plan. Ook niet als kiezers nu u een heel duidelijk signaal gaan geven. Is er geen ondergrens voor? Nou, in ieder geval geen publiek aan te geven ondergrens. Maar we gaan nu echt wel eerst gemeenteraadsverkiezingen hebben. En ik heb me heel bewust en ook op verzoek van mijn eigen partij daar volop ingestort. Ik doe mee aan televisiedebatten, ik doe mee aan de campagne. Deze mensen hebben mij 4 jaar lang gesteund. Die verdienen nu dat ik hersteun. U heeft een hele grote bos rozen in de hand. Wilt u er eentje? Ja, dank u wel. We gaan lopen naar de school. Nou, ja, kijk, allebei de stem, hoor. Ja? Allebei. Nou, ik heb zelfs 2 rozen per ongeluk. Zelf, hoor. How are you, babe? My Ishanase. How are you, babe? Pocha crece. Até hora do já llega para os pan se mandar. Até hora do já llega para os pan se mandar. Me prometo, matanda me chiquito, mati matanda me prometo. Me...
Maishi kap. Weka. Kap en 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 Maishi kap. Ja, ik ga dat doen, hè? Ja, okay. Nee, dat doe ik. Maar ik zeg nog niet waarom. Ja, dat mag ook, dan ben je oud genoeg geworden. Maar ik denk dat het gaat. Nee, dat vind ik ook. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Blijven doen, hè? Blijven doen. Zie je oude vertrouwen hebben dan. Ja, hoor. Gaat u gang, hoor. Zeg nog een frisse? Ik kan altijd wel een minuutje gebruiken, dankjewel. Volgendje mag ook. Ik wil nog een vraag. Ja, heb er zorgen over. Heel veel. Maar zo moet ik er zelf in. Ik heb het niet. Ja. Toen zijn we in de dagen van de bank. Wij hebben een beetje schade. En dan weet je wel, hè? Komt er niet meer uit. Ze vrouw is zwaar op. De zoon is van het vechten moet. Ja, dat moet naar de meer zijn. Ja. Ik hoop dat ik het begrijp. Hartstikke zwaar. Heel zwaar. Heel zwaar, ja. Nou, kijk, een van de redenen waarom wij zeggen dat we een beetje uit moeten kijken met al dat bezuinigen nu, is dat je dan de economie weer over de kop haalt. En dan krijg je dus dat soort gevallen met faillissementen en alles. Maar, dat willen we niet. Ik bedoel natuurlijk dat ik de banken op te gebruiken. Banken? Ik zal geen naam noemen, maar die staat er niet voor. Oh, ik ben alleen geen minister meer, of nu? Nee, zeker. Nee, dus... Maar, ja. 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 Nee hoor, doe het niet. Sterkte met je zoon, hè? Ja. Oké, okay, ja. Dank u wel. Dag. Achterlijkheid geïmporteerd. Wat zeg je? 40 jaar import van achterlijkheid en armoede. Achterlijkheid en armoede. Ja. Nou, ook goedemorgen. Ja. Ik noem Libro Roos. Door. Goeiana, dat is een alto rivalista. Aan Michael Kumi, nog ziek om verbonden heeft. Aan de bieter trots in de Luchigi, trots in de Baje. Aan de Mabin, aan de Waterbizijn van Mabini. Ik ben hier komen steunen, Michael. En Manrushka ben ik komen ondersteunen, want het is wel belangrijk dat ze zien dat ze er niet alleen voor staan. En samen met Wouter zijn we hier vandaag in Capelle om te zorgen dat er een breed gedragen ondersteuning is voor de Partij van de Arbeid hier in Capelle. Michael, wat zeg jij daarvan? Ja, ik kan me er alleen maar bij aansluiten. Ik heb een goede band met John. En dat is al een hele tijd zo. En John ondersteunt ons hier in Capelle. We hebben verschillende bijeenkomsten ook al gehad met de Antilliaanse gemeenschap. Maar goed, de verbondenheid is natuurlijk de sociale democratie. En daar gaan we voor, omdat er een heleboel van te doen, ook in Capelle aan de IJssel. En ik ben heel blij met de ondersteuning van John. Marieke, wat vertel jij mij? De zoon is speciaal gekomen om mij te ondersteunen. Ja, nou goed, ja, blijer kan ik natuurlijk niet zijn. Als nieuwkomer hier in de Capelse politiek vind ik het, ja, het is gewoon echt heel erg mooi om te zien hoe gewaardeerd we worden binnen de PvdA en hoe gesteund we worden natuurlijk. Hè. En ja, die steun, die extra steun, die zorgt ervoor dat wij ons werk gewoon straks nog beter gaan doen.